het niet zo op binden en bruggen bouwen, zei een van de deelnemers van de huidige coalitie bij de regeringsverklaring afgelopen oktober. Maar is een moderne verzorgingsstaat wel mogelijk zonder de solidariteit tussen werkenden en werklozen, gezonden en zieken, jongeren en ouderen en autochtonen en allochtonen? En is solidariteit een hoger ideaal of een praktisch handigheidje om met elkaar te kunnen overleven? Een gesprek over de grote vragen in het leven met twee wijze mannen. Rick van der Ploeg, voormalig staatssecretaris van Cultuur en nu hoogleraar Economie in Oxford. En Herman Wijfels, ook met een enorme staat van dienst. Ex-Rabobank, SER, Wereldbank en tegenwoordig van sommigen de Al Gore van Nederland. We hebben een paar beelden bij elkaar gezet om te praten over de betekenis van solidariteit en de grenzen ervan. Athene is niet alleen meer die lichtvoetige toeristenstad. Midden in het centrum ontstaat een humanitaire crisis. Duizenden migranten hebben van de pleinen hun woonkamer gemaakt. Tot ze worden weggejaagd en ze zich verplaatsen naar een andere plek. Afgelopen zomer ontruimden de bezorgde burgers hun Attica-plein. Go home, all of you. You are not wanted here. They are all thieves. They are full of diseases. No. They are too many. We are so small. In de tent kunnen 250 asielzoekers wonen. Voor eind juli zijn er volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers nog eens 1200 nieuwe plaatsen nodig. Het COA is momenteel in gesprek met twee andere gemeenten om net zulke tenten neer te zetten. De Tweede Kamer vindt het niet kunnen, ook al is de oplossing tijdelijk. Het CDA ziet liever opvang in leegstaande gevangenissen. Door de onrust de afgelopen maanden vluchten zo'n 25.000 mensen via Tunesië naar Italië. De duizenden vluchtelingen zorgen voor heel wat problemen in het land. Verrà dato a coloro che sono in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per protezione umanitaria che consentirà loro di girare in tutti i paesi dell'area Schengen. Per l'attuazione di un principio che noi riteniamo assolutamente coerente col principio di solidarietà a livello europeo, il cosiddetto burden sharing. Burden sharing. È ook een vorm van solidariteit. Hij vraagt om heel iets anders. Ja. Wat denkt u als u deze beelden ziet? Nou, ik denk eigenlijk vooral dat het voor mensen van nu nog heel moeilijk is om andere mensen te verwelkomen in hun midden en daarmee dan solidair te zijn, hè? En als ik naar de wereld kijk, dan zie ik een toenemende noodzaak van wat ik noem, een beetje misschien mooi gezegd, een uitgebreide relationele ethiek. En daar bedoel ik mee dat de wereld nu met bijna 7 miljard mensen zo onderling verbonden en onderling afhankelijk is geworden, dat er ook een grote mate van belangengemeenschap is ontstaan. Mm-hmm. En als ik dus denk over die vraagstukken die zich bijvoorbeeld in Afrika afspelen, die mensen die aan de wandel gaan. En nu aan de kust van Europa en nu op onze deur staan te trommelen. Dat wij er groot belang bij hebben om te investeren in die landen, om die mensen een reden te geven daar te blijven. Ja. Dat is volgens mij de koninklijke weg. Ja. En dat is dus niet alleen een kwestie van solidariteit in de oude zin, maar is vooral een kwestie van ook begrijpen dat als wij die mensen op een goede manier ondersteunen om, laten we zeggen, zelf een behoorlijke menswaardig bestaan op te bouwen, dat helpt om ze, laat ik maar zeggen, daar te laten blijven. Maar er zit iets eigenaardigs in, want u zegt nou, we moeten die mensen de mogelijkheid geven om daar te blijven. Tegelijkertijd, globalisering, hè, dat is toch het vrije verkeer van goederen en van informatie en van beelden, maar nooit van mensen. Het is nooit zo bedoeld geweest. Ja, maar je kan het toch niet tegenhouden. Want als mensen... Waarom zouden goederen wel overal in de wereld naartoe moeten worden gebracht? Als wij in Europa, wij spreken het dan bijvoorbeeld het landbouwbeleid, vrij stevig beschermen. Als wij zeggen, we kunnen alleen maar zoveel tomaten importeren uit Marokko. Dan kan je de vraag stellen, of uit Noord-Afrika, de Maghreb-regio. Misschien is het beter als die daar tuinbouw ontwikkelen. Daar is een slot in de zon. Vaak aanwezig. We hebben niet die dure kassen nodig, die ook nog wel slecht voor het milieu zijn. Dat is overigens wat er gebeurd hebt. Ja, mondjesmaat. Mondjesmaat. Maar als het gebeurt, fantastisch. Maar dan
ontstaat er daadwerkelijk emploi voor mensen om in hun eigen land op te bouwen, in plaats van hier op te bouwen. Men vergeet vaak dat wij van de migranten die wij krijgen, die gaan, zijn vaak de meest opgeleide, de meest jonge, de mensen die die landen het hardste nodig hebben. Maar daar heeft men, zoals u daarnet zei, de moeilijkheid is dat de ontvangende samenleving moeite heeft met migranten, vooral in een verzorgingsstaat waar de solidariteit al voor was opgebracht, omdat deze mensen niet hebben meehelpen betalen aan dat potje. Maar er is iets geks met solidariteit, want solidariteit is vaak zo, heb je een hoog gevoel van solidariteit met mensen die op jou lijken. Ja. Die liefst je eigen familie of mensen die een beetje op mij lijken. Hij een beetje de bruine ogen, maar toch zou nog net kunnen met Herman. Maar dan zie je dus het rare bij, zodra je een asielzoeker hebt, of ken je naar die Afghaanse meisjes, zodra ze dus een naam en een gezicht krijgen, zodra je ze de hand geschud hebt, dan weer je weer moeilijk om dat algemene verhaal te houden. Dan ontstaat er een vorm van solidariteit. Dus voor mij is het allerbelangrijkste in deze wereld dat ik veel mensen hoor praten over anderen die onze manier van samenleven bedreigen, zonder dat ze die mensen misschien goed leren te begrijpen. Mm. Het begint eigenlijk, solidariteit begint eigenlijk met je in te leven in hoe andere mensen leven in andere continenten. Wat heel erg moeilijk is naarmate die mensen vrienden zijn, maar naarmate die mensen wat verder komen. Maar wat u zo net zei van die regio, we weten wel, door sociologen, Bram de Zwaan is een van ze, die zei van in feite zou je naar een wereldverzorgingsstaat moeten gaan. Dat wil zeggen dat je een soort wereldsolidariteit zou moeten hebben. En komt dat niet gewoon neer op de tamelijk platte uitspraak dat je pas wanneer de wereldarmoede hebt opgelost, je kunt voorkomen dat vluchtelingen en asielzoekers hier naartoe komen. De oplossing van de armoede in de wereld is daar een cruciaal strategie in. Ja. Want zolang mensen daar arm blijven en ze kunnen ook, ze hebben tv enzovoort, zien hoe het hier is, ja, dan zal die drang groot zijn. En ik denk ook dat we moeten accepteren dat er grote migratiestromen, hè, in beperkte mate kan het allemaal, maar grote migratiestromen, massale stromen, die zijn destabiliserend voor samenlevingen, zowel daar als hier. Ja. Dus we moeten toch naar een wereld toe waarin we het zodanig organiseren dat overal in de wereld op een menswaardige manier kan worden geleefd. Hè. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. En volgens mij kan dat ook. Hè. Er zijn nu allerlei. Kan het vooral theoretisch? Ik denk dat het ook praktisch zou moeten kunnen nu. Hè. Dus, ja, want er is toch een andere reden die Bram de Zwaan in de tijd ook al noemde voor die solidariteit. We hebben die mensen daar ook nodig. Al was het maar om beter om te gaan met het milieu waar wij weer heel veel aan hebben. Wat de Zwaan wel eens zei, soms, zoals vroeger ging met in zijn boek van de welvaart staan. Uh-huh. Dan had je gewoon last van mensen die arm waren. Want die gingen stelen of die gingen leger over. Er was geen verzorgingsstaat, dus ze konden niks anders. Dus ze gingen die priesters allemaal bij elkaar. En dan zeiden ze, weet je wat, als jij wat geeft. En dan zeiden ze, kijk, Aniel geeft wat, dan ging jij ook wat geven. En dan kwamen die aalmoezen kwamen tot stand. En dan kon je het pacificeren eigenlijk. Nou is de vraag, wat is de irritatiemacht van veel arme landen richting de westerse landen? Nou, één irritatiemacht is van, ja, het is heel vervelend, maar er komen heel veel migranten. Dus het is ook in ons belang, ja, om te zorgen dat die landen zich kunnen ontwikkelen. Er zijn genoeg gezamenlijke belangen, daarvoor ook een milieuzereentje, om ervoor te zorgen tot een strategie te komen waarbij je probeert die landen te helpen. Niet door ze gewoon heel veel ontwikkelingshulp te geven, maar wel door ze te helpen proberen zichzelf economisch ontwikkelen, zoals in feite al gebeurde in China en India, op grote delen van het Aziatische continent. De grote uitdaging ligt natuurlijk in Afrika. Zit u eigenlijk te wachten op de oplossing van de armoede, zoals landen als India, China, Brazilië? Nou, ik acht het bepaald niet uitgesloten dat maar geef Afrika, het milieuprobleem dat daarmee samen. Dat Afrika in de komende periode een continent wordt waar sterke economische groei gaat plaatsvinden en echt flinke slagen gemaakt gaan worden in de richting van oplossing van die armoede. Dat hoeft het milieu niet extra te belasten. Want dat is de vraag, hè? Kun je armoede werkelijk bestrijden zonder het milieu te belasten? Ze willen auto's, in ieder geval, ik denk dat, kijk, een van de dingen die gebeuren als je mensen bijvoorbeeld
via zonnepanelen van elektriciteit kunt voorzien, of op andere manieren, laten we zeggen, via biogasinstallaties enzovoort, dan hoeven ze niet meer die bossen leeg te roven om hout te halen, om te stoken enzovoort. Ja. Dus dat soort van dingen, daar kun je op die manier een eind aan maken. En ik denk dat er ook heel veel mogelijkheden liggen in de kleine schalige technologie die we nu hebben, om die landen als het ware van de grond af aan hun economie te helpen opbouwen. Dus de ontwikkeling van die landen, maar niet op de manier waarop het Westen dat heeft gedaan, omdat dat zo desastreus is geweest. Dus een van de misverstanden die er wel is, is dat wij zijn ontwikkeld en die mensen moeten zich nog ontwikkelen. Dus het moet worden zoals en wij zijn. Wij moeten ze leren hoe wij het gedaan hebben. Ja. Nou, dat is een misverstand. Nee, die landen moeten zich ontwikkelen met de nieuwe generatie van kennis en de nieuwe generatie van technologie. Mm-hmm. En daar kunnen wij ze wel bij ondersteunen, maar ze moeten hun eigen pad zoeken. Ik wil even terugkomen naar Nederland. Eén belangrijk middel om samenhang te bewerkstelligen is kunst, kunst en cultuur. Laten we kijken naar een compilatie. Citaat: geloof me, mijn enige doel is zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat zou een citaat van u geweest kunnen zijn, voorzitter, maar het is een citaat van de heer Mozart. Die heeft ook iets in de kunst gedaan. Als je een museum bent met een Rembrandt, dan mag het duidelijk zijn dat dat van nationale of internationale allure is. Maar als je niet verder komt dan de lokale potten en pannen die uit de grond zijn gegraven, dan kom je dus niet in aanmerking voor rijkssubsidiëring. Multatuli liet een andere noodkreet horen in zijn Max Havelaar. Ik wil gelezen worden. Ja, ik wil gelezen worden. Hij wilde als schrijver, als kunstenaar, dus een groter publiek. Het moet de optelsom van beide zijn en goede kwaliteit, maar er moet ook voldoende publiek komen. Dus het publiek bepaalt in grote mate wat goede kunst is en wat niet? Het publiek bepaalt mede wat goede kunst is. Want als er geen publiek is, komt, dan is het niet goed, zegt u. Maar u lijkt wel een PVV'er als het gaat om cultuur. Ik ben ook blij dat de cultuurbobo's in Nederland er wat last van krijgen. Want ook daar wordt een paar honderd miljoen op bezuinigd. En als ik u zo bekijk, ja, het lijkt wel of u er een soort van genoegen in schept om te bezuinigen. Rick van der Ploeg, jij bent staatssecretaris geweest van cultuur. Als je deze beelden ziet en ziet hoe, ziet hoe Nederland op dit ogenblik met kunst en cultuur wenst om te gaan, dan is het als econoom gezien buitengewoon rationeel. Ze zeggen eigenlijk, als het niets opbrengt, dan moet het ermee ophouden. Ik heb grote moeite, juist met het kabinet, op de manier op de populistische wijze waarmee ze met cultuur en wetenschap omgaan. Dat is misschien nog niet eens zozeer de invulling van het feitelijke beleid. Want ik weet niet hoe heet de soep wordt gegeten. Ja, ja. Maar hoe er wordt bijvoorbeeld eerst wetenschap. Vroeger, ik ben opgevoed met de gedachte dat als je een nieuwe vorm van beleid doet, of als Herman wat zegt, dan wil ik dat toetsen. En dan hebben we evidence-based policy. Je gaat kijken, klopt het? Kunnen we het weerleggen? En dan ga je op grond van argumenten ga je onderhandelen. Dat is eigenlijk, zo was de politiek altijd. Nu is een beetje de politiek ontstaan van ik vind wat, dus zo is het. En ik vind dat gewoon. En ik vind dat het hebben van argumenten is haast verdacht. Dat wordt als een links speeltje gezien. Iets soortgelijks is dan overgewaaid naar de cultuur, want de cultuur is van links intellectueel, terwijl de cultuur is van iedereen. Ik ken hele rechtse mensen, er zijn ook fascistische mensen geweest die de cultuur heel belangrijk vinden. Ik hoor hier iets veel ergers. Het is eigenlijk het verdacht maken van elke vorm van cultuur waar ietsje meer moeite voor nodig is om het te begrijpen, om het te verinnerlijken. Is dat niet een beetje logisch? Want hier wordt kunst en cultuur worden neergezet als dingen die te veel aan linkse hobby's doen denken. Men zegt dat ook letterlijk. En wat zijn die hobby's dan? Werken aan beschaving, aan verheffing en aan solidariteit. En dus dat men daarom te geoorloofd vindt om dat flink aan te pakken. Wat vindt u daarvan? Ik vind überhaupt dat links-rechts gedoe een beetje dommig. Een samenleving ontwikkelt zich niet door heel hard te vechten tussen links en rechts. Dat blokkeert eerder ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de notie duurzaam, die wordt ook als een linkse hobby gezien. Hè? Ja. Terwijl als je kijkt naar de regering in Engeland, hebben we een conservatieve regering. Daar wordt een zeer progressief, een zeer toekomstgericht duurzaamheidsbeleid gevoerd. Dus zoals dat hier in Nederland is, dat bestaat in bijna geen enkel ander land. Dus hoe komt heel merkwaardig. Hoe komt dat volgens u?
Dat duurzaamheid links is, dat cultuur is links. Hoe komt men aan die ideeën hier? Ja, ik vind het heel merkwaardig. Ik kan het ook niet echt volgen. Want uiteindelijk gaat het over de kwaliteit van onze samenleving. Hè? Cultuur, natuur, duurzaamheid. Dat zijn allemaal begrippen die verbonden zijn met een ambitie en een aspiratie om de kwaliteit van onze samenleving te verbeteren. Nou, cultuur is bij uitstek een methode waarbij als het ware kunstenaars die vaak, laten we zeggen, beelden kunnen creëren van een nog niet bestaande toekomst. Mm-hmm. Hè, in zekere zin richtinggevend zijn, in ieder geval het publiek informerend over wat er aan mogelijkheden, als het ware, in perspectief is. Ja. Hè? En zij zien dat eerder dan wij gewone mensen, om het zo eens te zeggen. Dus die rol is in een samenleving die ambitie heeft, die vooruit wil, die zich wil ontwikkelen, die naar een volgend niveau van maatschappelijke ontwikkeling en beschaving wil, zijn cruciaal. Dus in dat perspectief is het heel merkwaardig dat daar over gedaan wordt, alsof dat iets is, nou ja, wat linkse hobby is enzovoort. Het kost te veel geld enzovoorts. Maar zoals u zei zo net, hè, van in uw tijd wilde u ook meer mensen laten deelnemen aan cultuur. Hier wordt het andersom geredeneerd. Als mensen niet deelnemen, dan is het geen goede cultuur. Ik heb veel liever die confrontatie tussen culturen op het toneel, of in het boek, of in de film, dan op de straat. Ja. En eigenlijk vind ik dat nog steeds. En is het gegaan? Is het zo dat mensen... Ik vind juist in dit kabinet, waar je Wilders hebt, die zich dan zorgen maakt, terecht of onterecht, over verschillende groepen in de samenleving die niet goed met elkaar kunnen leven, of die niet goed met elkaar geïntegreerd zijn, hij agendeert een probleem, dan denk ik me toch dat het op het begin bij cultuur is eigenlijk, een definitie van cultuur is hoe we met elkaar samenleven. Ja, maar er is een situatie ontstaan waarbij je in Nederland nog een tweedeling ziet. Hè. Je ziet dat laat ik het anders vragen. En ik was ouderwetse verheffingssocialist. Ja. Want ik vond dus maar, als je het van huis niet meegekregen hebt, bijvoorbeeld de opera of een goed theater, dan is het prettig als je dat van school mee kan krijgen. Tenminste, je ogen of oren geopend worden, kan je maar altijd een laasje leggen. Maar dan heb je er in ieder geval beter voor geopend. Maar gegeven het feit dat het al die tijd niet echt is gelukt. Gegeven het feit dat de hogere cultuur nog altijd genuttigd wordt of geconsumeerd wordt door welgestelden. En de lagere cultuur door de armen en de minder gescholden. Nou ja, wat ik begreep uit onderzoek in Engeland en nu ook in Nederland. Ik weet niet hoe goed het onderzoek in Nederland was, maar neem maar dat het goed was. Uit Engeland ken ik het vrij goed. Is dat je een steeds sterkere polarisatie plaatsvindt. Tussen, in Nederland vermoedt men dat nu ook. Dat je dus die hoger opgeleide, die hebben een eigen huis, die hebben een bepaalde soort baan, die hebben een bepaalde soort wijk, een bepaalde postcode, een bepaalde soort scholen waar ze zitten, een bepaalde soort partners. Dat gaat allemaal binnen die groep. En die menging van mensen met laag opgeleide en hoog opgeleide, dat zie je haast niet meer plaatsvinden. Nou, dat is ook iets om over zorg te maken in de samenleving. Want dat is een beetje wat je al in Amerikaanse steden ziet, die dan gesegmenteerde steden zien. Dat zien we in Amsterdam al. Ja. Nu is de grachtengordel sinds ik ben dan nu middelbare leeftijd, maar ik herinner me toen ik als jonge iemand Amsterdam kwam, was de Amsterdam veel gemêleerder. Ja, er is recentelijk een boek verschenen, Diploma-democratie heette dat. En die maakt ook zo, je hebt een wereld van hoogopgeleiden en je hebt een wereld van laagopgeleiden en kennelijk never the twin shall meet. Ja, dat is wel, maar als dat al zo zou zijn, dan moet je je daar dus wel afvragen, is dat het oude begrip van een meritocratie? Dus je stinkende best moet doen. Ik zat op de lagere school, de Heibergschool in Rotterdam. Ik zat precies op de rand van Ter Brugge. Dat was een arme wijk in Hillersberg, dat was een kakwijk, een chique wijk. En dan had je de ene kant van de klas ging naar de brugklas, voor HAVO, Atheneum, Gymnasium. En de andere kant van de klas ging naar de LTS of de huisartsschool. Dus ik was voorgesorteerd voor de huisartsschool, want ik was niet technisch. En de reden was dat al mijn vriendjes waren uit Ter Brugge. En toen bleek dat ik wiskunde kon, mocht ik toch nog alsnog naar de brug. Anders had je de huisartsschool gedaan. Maar het punt was, het was allemaal gekomen. Maar het punt was, het was haast bij postcode werd het gedaan. En ik spreek wel eens met mensen in het onderwijs. Dat het nog steeds moeilijk is om mensen die dan, als je in bepaalde wijken geboren bent, om daar dan uit te komen. Ja. Dat moet in ieder geval onze opdracht zijn. En daar maak ik me ook zo. Over die afstand wil ik toch nog wel een andere opmerking maken. Kijk, mijn indruk is dat voor, laten we zeggen, gewone mensen
in de afgelopen paar decennia, de laatste 10, 15 jaar misschien, de bestuurlijke elite in dit land steeds meer is geworden tot een groep in de samenleving die zij percipieerden als die mensen die zitten daar niet voor ons, die zitten daar voor zichzelf. Ja. En dat heeft, naar mijn idee, laten we zeggen, ook een voedingsbodem gelegd, ja, voor de onvrede en de woede die er in deze samenleving is. Ja, dat is de afstand tussen de burgers en Den Haag, ja, zeg maar. Ja, dat. Maar het is ook de elite in het bedrijfsleven. Die, nou ja, met bonussen enzovoorts aan de slag zijn gegaan. En waardoor er een beeld is ontstaan dat eigenlijk die Nederlandse samenleving van die mensen bijna is afgenomen. Ja. Dus de lagere klassen voelen zich in de steek gelaten, ja, door de hoogklassen, en de hoogklassen voor zichzelf zorgen. En dat heeft te maken met wat ik wel eens noem de eenzijdig cosmopolitische manier van kijken door de elite naar hoe ze dit land moeten besturen. Ja. Dus eigenlijk is de concurrentiepositie van Nederland is de centrale toetssteen of een beleid goed is of niet. Ja. En in de globalisering die er nu in de afgelopen tijd ontstaan is, zijn er heel veel gewone mensen, als het ware, onzeker geworden over hun toekomst. Maar die hebben ze de boot onzeker vangen. Geworden over of ze voor deze samenleving nog wel iets betekenden. En dat heeft dus als het ware een sfeer gecreëerd waardoor die mensen ook gewoon zien, ja, die elite, ja, daar moeten wij revanche op nemen. Hè? Nou, en dat zit ook achter, ja, okay, dit soort maar beleid. Maar dit is nog een abstracte discussie. Ik wil een concreet voorbeeld aanhalen om te zien hoe moeilijk het begrip solidariteit eigenlijk is. Laten we hier naar kijken. Aan de linkerkant zien we hier de Shell-raffinaderij te Pernis. Hier gaat de CO2 nu de lucht in. Dat zal afgevangen worden en dan per pijpleiding naar Barendrecht gebracht om het daar onder de grond te stoppen. En daar zien we echt helemaal niks in. Ze duwen hier eerst een hele woonwijk vol met mensen en vervolgens gaan ze er CO2-opslag maken. Ja. Hebben ze toch van tevoren niet gezegd, of wel? Een noodzaak dat we dit goed doen en een geweldige mogelijkheid, want let op. Er is gewoon ook wereldwijd enorme behoefte aan die CO2-afvang en opslag. En als we het hier goed doen in Nederland, zit er ook enorme exportwaarde in. Ik sta te demonstreren omdat ik me tot in mijn tenen schaam dat het in dit land mogelijk is om tegen de wil van een hele gemeente toch iets erdoor te duwen waar niemand blij mee is en waar niemand gelukkig is en wat gevaarlijk is. Zowel dus die vertraging als het ontbreken van lokaal draagvlak, die hebben ertoe geleid dat het ook op korte termijn niet gerealiseerd kan worden. En daarom heb ik besloten, laten we er dan maar mee stoppen. Dit is een voorbeeld. Het heeft een klimaataspect, het heeft een solidariteitsaspect, het heeft zelfs een bestuursstructureel aspect. Laten we even bij het klimaataspect blijven. Dat opslaan van CO2 in de grond, dat leek een geweldig idee. Ja, ik ben daar nooit zo heel enthousiast voor geweest. Hoewel alle andere wetenschappers die ernaar hebben gekeken, vonden het een... Die vonden het briljant. Lubbers vond het zo'n geweldige voorstel. Dus, laat ik eerst uitleggen waarom ik er mijn aarzeling over heb. Dat is dat het een klassiek end-of-pipe milieubeleid is. Hè? End-of-pipe? End-of-pipe, dat wil zeggen je hebt een vervuilend proces. En vervolgens verzin je iets waardoor je de rotzooi opruimt. Hè? Maar wat gaan we doen met afval? In plaats van afval produceren. We moeten dus minder CO2. Dus, we stoppen dat onder de grond. Hè? Ja. En dat is dus, dan is het zogenaamd opgelost. Volgens mij is de koninklijke route dat minder we dus CO2 processen ontwikkelen. Ja. Waardoor we minder CO2 hebben. Dat is wat Greenpeace en anderen roepen. Maar intussen is het er. En intussen wordt het geproduceerd. Dus het is een briljant idee om dat ergens op te slaan waar we er minder last van hebben. Dat is heel economisch en heel klimaatbewust gedacht, toch? Ja, het eerste beste is natuurlijk geen rotzooi te veroorzaken in plaats van de rotzooi onder het tapijt te stoppen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar er is misschien wel een kleine rol voor sequestratie, voor CO2-opslag. Maar nu krijg je natuurlijk een klassiek probleem van wie het over solidariteit, over NIMBY politics, not in my backyard. Dat is waar ik naartoe wilde. Ja. Stel je voor dat het een hele veilige en slimme methode was om met onze afval om te gaan die we nog eenmaal produceren. Hoe zou men deze mensen over de streep kunnen helpen? Hoe zou men eigenlijk te werk moeten zijn gegaan in Barendrecht?
Nou, ik heb niet zomaar een procedure bij de hand waardoor dat, laten we zeggen, wel geslaagd zou zijn. De vraag is eigenlijk, hoe creëer je solidariteit precies op die punten waar het niet in je belang is om solidair te zijn? De normale politieke oplossing is natuurlijk gewoon omkopen. Dus u doet dat, u krijgt een mooie universiteit, of u krijgt een mooi ziekenhuis, of u krijgt een mooie nieuwe hogeschool. Je krijgt, maar nou, dus ik pleit er niet voor. Natuurlijk, ja, maar ik pleit er niet voor, maar dat is hoe het normaal is. Ja, maar het is een hele goede methode. Ja. Maar hoe zou je het doen? Nou, kijk, dus, zou je gaan praten? Ik ben niet mordicus tegen ondergrondse CO2-opslag, maar doe het dan bijvoorbeeld in gasvelden die niet zo ver van Rotterdam liggen. Lege gasvelden en breng het daar naartoe. Ja. Maar Barendrecht is gekozen omdat dat een stuk goedkoper was dan die lege gasvelden. Dus hier is het ook een kwestie van, laat ik maar zeggen, de meest voor de hand liggende oplossing kiezen, ook al is die een beetje duurder. Terugkomend op de eerste uitspraak waarmee we begonnen, hè, dat dit kabinet het niet zo heeft op binden en bruggen bouwen. Eén laatste algemene vraag. Hoe komt het eigenlijk dat zoveel mensen het daarmee eens zijn? Dat ze vinden dat allerlei dingen als bruggen bouwen en binden, dat het linkse, softe onzin is? Nou, ik denk dat het te maken heeft met het beeld wat veel mensen hebben, en dat is niet helemaal ten onrechte, dat het vinden van overeenstemming vaak heeft geleid tot waterige tussenoplossingen. En dat daar niet een stevig, toekomstgeoriënteerd beleid uit is voortgekomen. Over mijn gedachte voor de toekomst en de regeringsvorming in de toekomst zou zijn dat we niet zozeer het moeten hebben van links-rechts tegenstellingen, want dan krijg je zigzagbeleid, hè, dat kun je nu al zien aankomen. Maar dat je eerder moet gaan naar een regeringsvorming waarin niet zozeer een meerderheid-minderheid in het parlement vertegenwoordigd is, maar waar, laten we zeggen, een relatief zelfstandige regering met het parlement onderhandelt over wat verstandig beleid is. En waarbij je dus eigenlijk met verschillende meerderheden beleid kunt maken. En op die manier allerlei op slot zittende dossiers, zoals de woningmarkt en nog een heleboel andere dossiers, zou kunnen oplossen. Laat ik u een vervelende vraag stellen. Je ziet in Nederland op het ogenblik een situatie waarbij partijen die juist voor tweespalt zorgen en juist voor polarisatie zorgen en juist niet willen binden en geen bruggen willen bouwen, dat die eens aan het groeien. Nee, dat is ontzettend verstandig. Ja, dat is tot op zekere hoogte waar, maar ik lees dat toch iets anders. De partijen die op het ogenblik, laat ik maar zeggen, in de groei zitten, of zaten, moet je misschien alweer zeggen, dat zijn partijen die vooral inspelen op nostalgische tendensen in de Nederlandse bevolking. En dat gaat meer over een verlangen naar de veiligheid van het verleden, zowel op links als op rechts, dan dat het nou uitgesproken links is of uitgesproken rechts is. Nostalgiepolitiek. Meneer Van der Ploeg, bent u niet blij dat u eigenlijk uit de politiek bent gestapt? Nou, nee, als u de politiek ik ben blij. Ik ben een wetenschapsdier, dus ik ben heel blij. Maar ik ben ook een beetje, ik vind het wel jammer, toen het net spannend begon te worden, dat ik besloot had eruit te gaan. Dus ik had zich kunnen handhaven in het parlement? Had het graag een kans gegeven. Toen ik in 2002 eruit ging, toen is natuurlijk heel veel gebeurd de laatste 7 jaar. En ook gezien mijn belangstelling politiek had ik daar graag mijn steentje aan mee willen dragen. Om op je vraag terug te komen, wat er nou precies aan de hand is. Wat mij opvalt, is, ik ben wel eens met wat Herman zegt. En het is natuurlijk zo dat heel veel mensen in Nederland, die hebben het eigenlijk best goed, dat zeggen ze ook. Uh-huh. Alleen ze vinden de samenleving zo rot. En daar wordt ook op ingespeeld. Terwijl ik spreek de gevestigde partijen aan, de Partij van de Arbeid, het CDA, ook de VVD. Wat is nou je lange termijn perspectief? Wij hebben in onze partij, de Partij van de Arbeid, veel te vaak heel de tijd naar pilot groups gekeken. Eenmaal luisteren wat mensen willen en dat is dan je beleid. Ik ben van de school dat je
Je moet terugtrekken, je moet bezinnen waar gaat het eigenlijk om. Visionair moet zijn. Ja, maar wat zijn je belangrijke punten? Een bepaald beeld hebben van je de toekomst wil hebben. Nou, als het solidariteit is, solidariteit met wie? Naar wat voor soort samenleving wil je toe? Wat voor soort mensen wil je dat daar wonen? Hoe wil je dat die mensen met elkaar samenwonen? En dat je dan terugwerkt naar een politieke agenda. En dat je dan naar de mensen gaat en dat probeert uit te leggen. En dat probeert uit te leggen. En dan beginnen de moeilijkheden pas. En ik zie nu bij de grote gevestigde partijen dat men eigenlijk de laatste 7 jaar eigenlijk is begonnen met een soort Pim Fortuyn light te doen. Daar is Jan-Peter Balkenende mee begonnen. En nu zie je dat ook mijn partij, maar ook het CDA en ook VVD snel punten van Wilders bij wijze van spreken overnemen. En het leidt allemaal tot symboolpolitiek. Nu tot gedorven hoofddoekjes van iemand die in Engeland woont. Dus dat is een bizarre politieke discussie. Maar het leidt energie en daadkracht af van de grote problematiek waar het over gaat. Namelijk hoe nou verder moet met deze aarde. En met de problemen van een steeds groeiende wereldbevolking die van 6 naar 10 miljard gaat in de komende jaren. Helaas, het probleem van de aarde in dit half uur is er niet helemaal opgelost. We hebben wel een poging gedaan. Meneer Wijfels, Rick van der Ploeg, bedankt. Dit was ZOZ. Volgende week zijn we weer. Graag tot dan.